Goedemorgen, het is, ik heb geen idee welke dag het is, volgens mij zondag. Het is zondag, welkom bij een nieuwe vlog. Normaal begin ik natuurlijk op vrijdag, maar vanwege de vakantie loopt het allemaal een beetje door elkaar en doen we het gewoon even zo. Sven is even een bakkie halen, we zitten hier heerlijk aan het zwembad. Lekker! En mijn voeten worden steeds nat gemaakt. We zijn op dit moment in Italië. Helemaal onderin in Toscane. Pak tegen de Chianti-streek aan. En het is hier. Heerlijk. Morgen gaan we naar Florence of woensdag, dat weten we nog niet. Dan neem ik jullie zeker mee. En ik film het meeste met mijn mobiel, gewoon omdat ik die eigenlijk altijd bij me heb met mijn camera, alleen maar 's avonds. Dat ik mijn camera niet meeneem naar het zwembad. En mijn mobiel wel, want dat is de enige plek waar we bereik hebben. Je moet ook een beetje op de hoogte blijven van het coronanieuws. Dus ja, het is hier echt heel fijn. Wat heb je gevonden? Oh, kijk. Een soort miertje. Leg hem maar ergens op het droog neer, dat hij een beetje kan opwarmen. Ja, het is niet te zien. Ik laat straks wel even de zwembad zien. Maar die zie je niet van mijn vorige vlog. Dus mijn man heeft er een bakje gehaald. De heren rusten uit. En dit is dus elke ochtend ons uitzicht als we wakker worden. Zo vanuit ons bed. Die moeten we ook van. Ja. Tussenmiddag, het is tussenmiddag, het is veel later. Gaan we altijd eventjes baantjes trekken. En dan slapen de kids. Dus ik ben net terug geweest en nu, nu gaat Sven. Nu gaat Sven eventjes baantjes trekken en dan maar lopen. Goedenavond, wij lopen nog eventjes naar de... Ja, een vlindertje. Dit is trouwens mijn outfitje. Een pakje van Most Wanted. En deze schoenen zijn heel oud, van Forever 21. Ik heb ook nieuwe, maar die zijn vrij warm. Ja, ik ging er bijna op staan. Ja, ik heb bijna een moord gepleegd. Ik heb namelijk bijna een baby gekko vertrapt. Maar ik zag het niet. Nee, we hebben een rat gezien. Ja, nou nee, niet een rat. Het was, het was geen rat. Ja, ik ging er bijna op staan. Het is, mag niet. Nee, ik word heel terecht geweest door mijn kinderen. Ja, ik zag het niet. Het was donker. We hebben... Ja, ik ging er bijna op staan. Hè? Nou, mama let goed op nu waar ze loopt. En ik heb vanmorgen met Niels een of andere knaagdier gezien. Best wel groot. En we hebben net een heel klein kikkertje gezien en een babygekko. Het is een groot feestje. Ook heel veel steekvliegen en wespen. Maar goed, hè? Kan niet alles hebben. Nee? Ik ben Maradabra. Oh, jij bent Maradabra. We moeten ook elke dag zeggen welke Pokémon we zijn. Want Niels is echt extreem fan van Pokémon. We gaan nu eventjes naar het plein. Ik ben super van Pokémon fans. Dat bedoel ik. Nee, ik zal er niet op staan. Wordt mij gecommandeerd. Maar, ja. Mag je ook niet opstaan? Mag je ook niet opstaan. Je ziet me natuurlijk heel slecht, maar we gaan morgen naar Florence. Want de bus gaat niet, dus we gaan zelf met de trein en zo. Dat is prima, maar moeten we gewoon even handig kijken qua tijden en taxi en zo. Ja, dus dat gaan we nu even regelen. We hebben natuurlijk internet bij nodig. En de receptie. Dus dat gaan we nu doen. En een ijsje eten, want Niels had echt een hele grote splinter in zijn voet. En dat is al de derde deze week, dus nu mag ik niet meer met mijn blote voet op het terras zitten. Dus even een ijsje, want het duurde echt een half uur voordat we hem eruit hadden. En dan heeft ze het over stekeltjes. Dat ze bedoelt doe het krekeltje. Nu zegt ze. Het is havertkrekeltjes wakker worden. Ze was er eerst heel bang voor, maar nu niet meer. Stekeltjes wakker worden. Is hij hier? Nee. Is hij hier? Nee. Is hij hier? We staan op het station Tigrine van Arno. En we gaan straks met de trein. Die komt vandaar, denk ik. Nee. Zeg ik dat goed? Nee, hij komt vandaar, denk ik. Dan gaan we naar Florence. Dus we staan weer met hondkapjes om en we gaan ervoor. Het is vroeg voor ons doen. Normaal zijn we nog zeker aan het opstarten, maar het is iets over 9. We hebben net taxi genomen vanuit ons huisje, zeg maar. Of tenminste, vanuit het centrale plein.
En dan gaan we straks in de trein. Deze trein gaat naar Rome. Ook leuk. Maar goed, daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar Florence. Dat is kijk niet helemaal. Helemaal niet erg. We hebben dus wel, dit is op zich wel een goed station, want je hebt een trein die er een uur over doet van hier naar Florence en eentje die er een half uur over doet. En daar, die pakken wij dus dat is echt een soort intercity. Ja, deze is nog sneller, maar een soort intercity. Dus dat is echt prima. Daar kunnen we wel voor ruiken. Dus dan zijn we over een half uurtje, nou niet, want we moeten nog even een paar minuten wachten, maar dan zijn we in Florence. En dan gaan we eens even lekker weer naar Florence, waar nou heel vaak geweest, wie love is. Ja, hij is weg, maar er komen nog meerdere treinen. Ja, de eerste die nu komt is degene die wij moeten hebben. Hier komt het treintje weer! Hier komt het treintje weer! Komt hij weer? Ja. Het staat wel een hele lange rij en die loopt nog helemaal door. Aan de ingang wordt je getemperatuurd. Maar goed, we gaan ervoor. Nou, dat schiet al op. We zijn even in de Disney winkel beland. Oh. Wij zitten hier. Pikante dingen. Oh. Op het pleintje. Hier hebben wij al heel vaak gegeten. Vroeger. Borgo Antico. Nam nam. En daar zijn we weer. We gaan nu met de trein terug, want het wordt heel warm. En ja, weet je, ik kan met kinderen ook allemaal niet eindeloos in rij gaan staan. We hebben gezien wat we wilden zien, dus we hebben lekker geluncht. Dan gaan we nu lekker naar huis. Dan gaan we straks nog weer bij het zwembad liggen. Nou, is toch heerlijk. Toch leuk om er even geweest te zijn. Zit Nijntje in? Oh. Ja, twee Nijntjes kunnen die heel leuk zijn gebruikt. In de vorige vlog ook al gezegd. Maar dit is gewoon, het zijn allebei gewoon een Nijntjespel. Die ene is dat je haar verzorgt, dus haar tandjes poetsen en erin bad doet en zo. En deze is met allemaal soorten puzzels en memory en tekenen en ik weet het niet. We zijn hier allebei zeer favoriet bij mevrouw. Hij zit in een taxibusje. In de eigen stoel. Ik heb net make-up eraf gehaald en ik ga nu douchen en dan gaan we zo eten. De kids staan al te disco douchen, want volgens mij had ik het al laten zien in de vorige vlog. Maar we hebben dus disco verlichting in de douche. Die verandert van kleur. Hartstikke leuk. Dus de kinderen disco douchen. Ja, vandaag zijn we het grootste gedeelte van de dag in Florence geweest. Dat was heel leuk. En daarna zijn we nog even naar het zwembad gegaan. Hebben de kids daar geslapen en hebben daarna nog even gezwommen. Wat wel heftig was, is dat er een jongetje van, ja, ik denk 5 of 6, Nederlands jongetje, volgens mij Nederlands, lag op de bodem van het zwembad. En die moest daarna gereanimeerd worden. Dat heb ik gelukkig allemaal niet gezien. Wel heel veel ambulancepersoneel en zo daarna. Dit was allemaal gedaan door de badmeesters en toen ik zag wat er aan de hand was, maar toen was hij al bij zijn ouders en was hij gewoon bij kennis. En op een gegeven moment rende hij zelfs weer. Vit hij in de douche. Maar er kwam er dus nog heel veel ambulancepersoneel en zo. En dat is logisch, want dat secondary drowning of zoiets, dus dat ze alsnog verdrinken. Dus ze moet dan helemaal goed gecheckt worden. Zwemmen ze dat met hardlopen en de kids lagen dus te slapen.
En die kwam aan, die zag die ambulance en die dacht, ja, dit kan niet voor Karinse, maar toch raak je even de stress, zeg maar. Dus dat snap ik ook heel goed. Dus die zei, wat is hier gebeurd? Ik zeg, ja, dat jongetje. Maar ze deed het wel echt heel goed hoor. Maar het is, dan schrik je toch weer zo. Ja, wij zijn echt, ik zeg altijd tegen ze, ik ga nooit met twee kids, zeg maar van deze leeftijd, in mijn eentje het zwembad in. Want je kan het gewoon niet overzien. De ene springt gewoon wanneer ze wil. Niels die kan op zich heel veel. Maar ja, weet je, moet maar één ding misgaan. Niels die kan gewoon met zijn vleugeltjes, ze hebben sowieso zijn vleugeltjes om, maar met zijn vleugeltjes kan hij gewoon alle kanten op en kan hij in principe alles zelf. Maar ja, weet je, er moet net iemand op hem springen of zo, je weet het gewoon niet. Dus ik ga altijd alleen maar in het, zeg maar, het kinderbadje ga ik gewoon wel met ze samen, zeg maar. Maar in het grote bad nooit. Dus zijn we eigenlijk altijd met z'n tweeën. Maar dan word je wel even met je neus de feit gedrukt, zeg. Man. Maar goed, alles is, lijkt dus oké, want hij was gewoon alweer op een gegeven moment aan het rennen en zo. Dus het zal wel goed zijn, maar oh, voor die ouders ook. Je kan toch gewoon niet meer normaal dat zwembad in. Want ik begreep dus dat hij, ja, echt gereanimeerd is. En dat het heel kort was, maar dat dat wel gebeurd is. Maar dat heb ik dan weer van horen zeggen. Want ja, iedereen was natuurlijk een beetje aan het kijken. Er kwam echt een slag ambulancepersoneel aan te pas. Maar goed. Dat is achter de rug. Uiteraard heb ik na mijn kinderen die me uit overloren. Maar goed, dat deed ik sowieso niet. Maar wij gaan dus nu lekker douchen en dan uit eten. En dat willen we sowieso. We zijn nu denk ik, we zijn nu twee keer uit eten geweest tot nu toe. Maar we hadden gezegd, omdat we de auto huur niet hebben gedaan vanwege de kosten, hadden we bedacht dat we nu iets vaker uit eten gingen, maar eigenlijk koken we nog best wel veel. En dit zijn de laatste dagen, dus we hebben wel gezegd van nou, we gaan nog één keer hier barbecuen, dat vinden we leuk. En de rest gaan we denken we uit eten, gewoon, het scheelt gewoon een hele hoop gedoe en afwas. En het is zo goedkoop hier, dus ja, het is helemaal prima. Genoeg gepraat, Karin. Laten we gaan douchen. In mijn disco. Nou, hartstikke gezellig. Wordt een feest. Maar we willen lekker eten. Op een of andere reden krijgen ze bij het menu altijd en pizza of in het ene geval pasta en patat. Niemand weet waarom. Bij het menu dit. Ik heb stoofvlees en een stukje kip. En Sven krijgt zo ook nog stoofvlees van mij. Want hij heeft de rest van de kip. Gira. En zo. Dat is een waanzinnig. We zitten te lunchen en ik heb een gezamenlijke liefde voor tzatziki. Ja, en hallo. Smeert haar eigen checkertjes. Alle stomste tzatziki. Ja, Niels houdt er niet van, maar Edin en ik vinden het net heerlijk. Hé, Edin? Lekker, hè? Nee, het is niet lekker. Het is hartstikke vies. We hebben net nieuwe crackertjes. Wel een beetje lekker, hè? Pak ze zo'n crackertje. Nee, het is hartstikke vies. Je moet Edin niet geloven. We pakken zo'n crackertje en die smeert ze zelf met de tiki. Wordt hier weer hard gewerkt. Het ziet er heerlijk uit. Het ruikt ook goed, maar dat ruiken jullie juist niet. Straks komt er ook nog een vlees bij. Het was echt allemaal hartstikke goed. Het was weer een heerlijke dagje. En we gaan nu eerst eventjes als voorafje meloen eten. En dan dit. En dan hebben we straks nog een dessert. En dan gaan we waarschijnlijk eventjes midgetkolven of het bomenpad doen. Maar het bomenpad is op zich voor Niels de lengte. Maar de vraag is of het een goed idee is. Maar dat moet hij zelf maar beoordelen. En ik moet zo eventjes dingen voor de terugreis gaan regelen. Daar moeten we een taxi voor regelen en dat ze hier ons even ophalen met het koffertje. Kijk hoe dit eruit ziet, het is toch zo prachtig. En dat is ook zeg maar uit je bed. Dus wij slapen hier. Ja, dat heb ik niet bijzonder, ik heb net van de waslijn gehaald. En dan kijk je zo. Fantastisch. Normaal is de lucht trouwens blauw, want het is natuurlijk nu al avond, het is 7:10. Dus de blauwheid is er een beetje vanaf, maar het is nog super lekker weer. Dus waar ik aan, de airco staat aan, dus hier binnen heb ik het koud. Maar dat is voor zo meteen voor het slapen wel lekker. Dan gaat hij uit. Dus we doen hem eigenlijk 's middags aan en dan 's avonds weer uit. Ja.
drinken aan, mama. Ja, ik zie het. Niet opstaan. Nee, niet opstaan. Wij lopen naar het dorp. De sterrenhemel is dus altijd super mooi. En jullie zien mij niet, dat begrijp ik. Maar de sterrenhemel is dus super mooi. Alleen de maan zien we dus alleen 's ochtends. Heel bijzonder. Geen idee waarom. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt. De maan zie je nooit 's avonds. Nee. Nou, nu ga je het maar weer zien. En ik heet Niels. Wij lopen nu dus naar het dorp. En ik ga in bomen klimmen. Niels gaat nu in bomen klimmen. En papa ook. En papa ook. Zachtjes praten, Niels slaapt al tientjes. En ja, het is dus heel bizar. En de maan is er nooit in het De maan is er nooit. Nee, alleen 's ochtends, hè. S'avonds ja, zien we de maan nooit. Wel prachtige sterren. We ontbeten nooit havermout of zoiets. We eten alleen maar brood, brood, brood. Ja, ja, papa ontbijt wel met havermout. Ja, maar mama... Nee, mama ontbijt nooit met havermout. En Niels, die zit ook aan het brood. Die ging ook aan. En die ging ook boterhammen aan het eten. Ja, waarom praat je? Havermout. Ja, waarom praat je zo gek? Gewoon. Oké. Niemand mag normaal een speng noemen. Oké. Ik heb vandaag toch heel simpel een flesje aan. Het zwaait een beetje. Ik dacht, het is al laat. Ik noem van flesje. Het is nu nog niet echt nodig. Maar voor zo meteen wel lekker. Ja. Echt waar? Dus als een duizend... Wat zei je nou? Als een duizendpoot? Nee, ik denk als een duizendpoot te veel in de zon gaat. Ja? Dan gaat de heut eraf. Oh. En, maar eigenlijk, weet je... Maar dan zie je wel het skelet. Maar dan groeit er weer een... Maar dan groeit er weer een nieuwe... Echt waar? Ja. Wauw, wat cool. Ja, dat houdt wel. Hier gaat het dan omhoog, en dat is hele route. Wow, Niels, wat goed. Ondertussen vraagt mijn vrouw zich op de minigolf aan. Ja, tuurlijk lieverd. En de hele rit gewoon rond over de golfbaan. Oké. Ze hebben dus dit hele pad gehad. Oké, dit is een uit. Goedemorgen, dit is woensdag. Deze dag heeft niet mee. Maar ik wel een klein beetje op. Altijd lekker bij. ik ga wel gewoon het water in, zo als het afgaat, boeit me ook niet. Maar wat ik altijd doe, het zoeken. Sowieso eerst zonnebrand. Eerst gewoon dagverzorging, dan zonnebrand. Deze van Rituals. Op mijn gezicht, de rest van mijn lijf doe ik altijd Vision. Factor 30. Ik moet zeggen dat mijn huid wel, zeg maar, dat er wel iets meer gebeurt met factor 20. Omdat het gebeurt nu niet zoveel. Maar goed, maakt niet uit. En dan doe ik altijd deze. De Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. En die wordt een beetje te licht, omdat het natuurlijk, nou ja, je kleurt. Dus dan meng ik dat een beetje met de Body Shop Honey Bronze Drops of Sun. Dus dat is eigenlijk een beetje de basis. En dan doe ik verder nog een klein beetje bronzer en blush en mascara. De bronzer die ik nu helemaal gek op ben is deze. De Huda Beauty Tantour in de kleur Light. En dit is een brons en contour. En hij is niet te warm en niet te koel. Dus je kan hem eigenlijk voor allemaal, dat is wel net leuk, gebruiken. Dus ik doe het gewoon een beetje, ja, hier zo en een beetje hier. Dat is het. Een beetje hier. En dan nog een beetje blush. De Milk Blush.
Poes ondertussen Venise. En ik doe altijd qua mascara deze, de Maybelline Lash Sensational Waterproof. Daar gaan ze weer. Ik ga ook maar weer eens. Zoals jullie zien zijn we dus weer in het zwembad. Bij de wildwaterbaan, dus ik ga maar weer filmen, want het is zo hilarisch. Woehoe, Niels! We zijn weer uit eten. Ik heb bruschetta en zo, een soort mixje. Niels heeft een pizza cantone. En die heeft toch altijd pasta met zijn water zout. Dat is helemaal gek op. Oh, dat is altijd een beetje zooi. Niels heeft een cantone vandaag. En een in de pasta. Ik heb een heel lekker. Ja, en ik heb een quattro formaggio. Bij deze. Een soort capricio. Nam nam nam. Dit is het goed. Een nieuwe Pokémon-leuk, aflevering 20. En dit is nu je Chomfight en dit is een We hebben alleen de dingen voor vandaag en morgen nog in de kast. De rest. Ja, die kan ook in de. Oké. Okay. Dus morgen. Vanavond doe ik nog dit jurkje aan. En morgen doe ik een lange broek aan en een t-shirt. Ondergoed. Nou, de trui gaat gewoon in mijn tas. Voor in het vliegtuig, maar ook gewoon voor het gewicht. Deze doe ik altijd aan na douches. Die ligt hier nog eventjes. Sven ook zijn vliegkleren en zijn kleren voor vanavond. Kleren van vanavond voor Elin. Haar vliegkleren moet ik hier nog even neerleggen. Die liggen in de andere kast. Oh, Sven. Mug. Haar outfit voor vanavond. Niels outfit voor vanavond. Niels outfit voor morgen. Er is nog vuile was. Moet nog in de tas. Maar dat komt pas vandaag. En onze leerjasjes. Niet dat we die echt aan moeten, denk ik. Maar hè, je kan maar. Het is te zwaar voor in de koffer. Dus dat kan niet. Dus ik had het heel lastig op de terugweg. Want je weet dat je minder spullen hebt. Maar wat moest op de heenweg was het echt een millimeter werk qua gewicht. En nu gaat het vooral om de verdeling onderling. Mevrouw en jongens, kijk eens bij mijn pet. Ik heb allemaal Pokémon opgehangen. Omdat ik zo van Pokémon hou. Ja. Kijk. Daar Pokémon, maar die hebben we niet. Maar die Pokémon hebben we wel. Ja. Cool. Gaat toch? Dit vind ik nu de sterkste. Ja. Maar die is ook een. En hoe heten ze? Ik weet het niet. Goedemorgen, het is de laatste dag. Tenminste, de laatste dag dat we hier zijn en morgen vertrekken. Ik had mijn haar vastgedaan onder het motto, dan wordt mijn haar niet meer nat. Helaas. Dan ga ik even lekker zwemmen. Dat is trouwens ons huisje, daar. In de verte. En dan loopt het helemaal zo. Ja, het is een treintje hier, dan ben je hier. We zitten weer in het treintje. Voor de laatste keer. Deze vakantie. Behalve bij het stijgen en dalen. Goedemiddag, avond. Wij gaan nu aan het eten. Een beetje opschieten. Altijd haastig blazen. Maar goed, de meeste spullen zijn ingepakt. Sven regelt dit nog eventjes. Ik regel dit nog eventjes. Ja! Maar goed, dit is allemaal bijna klaar. Maar nu gaan we snel uit eten. Ik heb dit jurkje aan van Most Wanted. En mijn boots van 100 jaar geleden. Voor Fun One. Wij hebben weer het heerlijke stoofvlees. En de kip. Zo, dus hebben de strijd met Elin aan het aanhouden. Oh, de schoenen uit. We gaan een lijstje nemen. Als afkuiten. Welke smaak zou jij kiezen? Nou, ik ben benieuwd. Goedemorgen, het is vrijdag en wij zijn onderweg terug. En we hebben nu dit keer een stoptrein. Dit hadden we al geboekt omdat we eigenlijk vandaag naar Pisa zouden gaan. En dan daar zouden slapen. En dan zouden we morgen terug vliegen. Maar goed, we vliegen nu vandaag terug. Maar ik heb dus deze treinreis maar zo gelaten.
Maar ja, we hebben dus nu een sightseeing route. Dat is op zich prima. Het is echt heel mooi hier. Ik zal het zo even laten zien. En we zitten een beetje bepakt en bezakt nu. We hebben een beetje haast zelf op de plek. Maar we passen hier boven niet op de weg. Het is zo mooi. Je ziet nu vooral heel veel bomen, maar je ziet steeds een hele mooie stukken Italië. Wij zitten op het vliegveld. Het duurt nog een tijdje voordat onze vlucht gaat, want wij vliegen om 15:35 en het is nu 2:15. Dus we moeten nog wel even wachten, maar dat maakt niet uit. Alles is ingecheckt en wel, dat is altijd fijn. En dan zit de 90-spelletjes doen. Die zit trouwens in een andere outfit, mocht je afvragen. Want die was weer wagenziek, treinziek. En gelukkig had ik een outfit bij me en hadden we de koffers nog, dus ik heb nog een extra outfit nu in de tas zitten. En Sven moest ook even een kleinertje wisseling van kleding doen. Maar we zitten allemaal bloedheet. Ik heb een lange broek aan en mijn hoed. Goedenavond, wij zijn thuis. Het grootste gedeelte is opgeruimd, zit in de wasmachine of ligt ervoor of ligt in een kast of ligt bijna in een kast omdat het nu even nog niet kan. En nu gaan we lekker Wie is de Mol kijken, want we moeten even terugkijken, want morgen is natuurlijk een nieuwe aflevering. Dan moeten we punten hebben ingezet volgens mij, dus gaan we eventjes doen. Nou, de reis ging super goed, we hadden echt mega snel de bagage en zo, dus het was helemaal top. Ik heb nog even gegeten met mijn oom. En die zei wel dat hij de tv weer kapot had gemaakt. Dus ik ben benieuwd of ik hem aan de praat krijg. Maar het is altijd mooi. Het is gewoon een beetje gek gebruikzaamheid voor dat ding. Maar hij zei, ja, ik weet niet, ik drukte ergens op en toen was het klaar. Dus ik ben heel benieuwd nou, hoe we dit op gaan lossen. We gaan het meemaken. Het is zaterdag en we zijn weer lekker thuis. Ik heb in eigen bed geslapen. Ik moet wel zeggen, Elen heeft een paar keer volgens mij gehuild vannacht. En de laatste keer dat ik eruit ging, ja, dat heeft ze meestal, ze moeten gewoon weer even wennen. Maar de laatste keer dat ik eruit ging was het 5:30 of zo, ik weet niet. Ik heb niet op de klok gekeken, maar toen had ik daarna echt een verschrikkelijke nachtmerrie. Daarna kon ik niet meer slapen, zoals je het begrijpt. En vervolgens was Niels wel gewoon om de normale tijd wakker, dus 6:50, terwijl hij er om 9:00 of zo in lag. Dus dat was niet helemaal goed. Maar die heeft dus nog bij ons gelegen, maar de slapen lukte niet meer. Dus bij mij ook niet. Dus die moet sowieso tussenmiddag slapen. Ja, Eden ook altijd. Hij gaat zo meteen sporten. Mijn haar zit verdomme goed, al zeg ik het zelf. Ik ga hem even aankleden, maar ja, wat trek je aan? Het wordt heel warm de komende dagen, maar het is vandaag 18 graden. Dus ik denk dat ik maar, nou, zoals je zag heb ik enig gewoon een lange broek en een blouseje aangedaan. Ik weet niet precies wat ik aan ga doen, maar iets. En dan ga ik even mijn verjaardagscadeautje uitpakken. Ik heb het cadeautje om, wat ik van mijn, ik had aan mijn ouders en mijn schoonouders gezegd dat ik graag een rugtas wilde van Captain & Son. Dat had ik al heel lang op het oog, maar het zat net een beetje aan de dure kant, omdat ik denk, ja, het is maar een rugzak. Maar aan de andere kant heb ik ze echt al heel lang in mijn hoofd. En mijn huidige rugzak past mijn laptop niet in. En normaal was het niet zo erg, want ik ging gewoon naar mijn werk en dan ging ik daar werken. Maar nu we nog voorlopig thuis werken, ga ik soms ook wel eventjes met collega's ergens anders werken. Dus dan hebben we wel gewoon afstand van elkaar, maar dan ben je toch een beetje samen, zeg maar. Dus dan ga je toch iets meer op pad. En het is heel onhandig dat mijn laptop nergens in past. Dus ik had zoiets van, ik wil toch eigenlijk heel graag voor mijn verjaardag, van het geld dat ik dan van ze krijg, een tas kopen waar die in past. En dan heb ik nog het geld over. Daar heb ik verschillende ideeën bij. Maar deze ben ik heel blij mee. Dus ik ga hem even laten zien. Kijk, dit is hem. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Zo, wacht even. Dit is hem. Ik zal hem zo even van dichtbij laten zien. Daar ben ik heel blij mee. Ik zou gaan twijfelen over kleuren, maar ik wil ook weer niet te saai. En hier past mijn laptop precies in. Daar ben ik heel blij mee, maar mijn laptop is vrij groot. Ik moet wel zeggen dat deze kleur iets oranjer is in het echt dan wat ik op de site zag. Maar goed, oké, dat negeren we. Want ik vind het niet, ik haat oranje, maar dit vind ik wel een mooie kleur. Het is toch nog steeds wel een beetje koraal, maar ik dacht dat het iets roze was op de foto's. Sowieso vind ik de foto's best wel lastig op de site. Maar goed, deze dus. En dit is de
Rup. Gaan we scherp stellen. Het model heet Finn. Ik weet niet of je het kan zien. F-Y-N. En dan in de kleur Sand Coral. Dus dit is Sand en dit is Coral. Nou, hij heeft allemaal extra zakjes. Dus hier heeft hij zakje. En hij heeft hierachter nog een zakje dat ik ook super fijn vind. En dan hier binnenin. Heel moeilijk met één hand dit. Heeft hij ook allemaal zakken. Dat is heel moeilijk te zien. Ik vond het zelfs al lastig om het aan Sven te laten zien. Maar zeg maar, dus hier heb je het grote vak. Maar dan heb je daarin het vak waar ik dus nu mijn laptop in heb zitten. Deze. Maar dan heb je nog een vakje. Kijk, bedoel ik. Het is niet te zien dit. Nog een vakje. Dan heb je hier gewoon het hoofdvak. En dan heb je hier nog meer kleine vakjes. En dat vind ik dus super fijn. Want ik haat het als alles door elkaar komt te zitten. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Dus dit wordt mijn nieuwe werktas. Ja, voor de komende tijd in ieder geval. En sowieso kan ik hier natuurlijk ook als ik mijn laptop niet mee heb, kan ik hem goed gebruiken. Ook voor zeg maar met de kids en zo. Dus ik ben hier heel blij mee, want hij kan veel in. Maar hij is niet zeg maar mega huge. Hij oogt niet alsof ik een hobbelzak bij me heb. Dus daar ben ik heel blij mee. Waar ik trouwens ook heel blij mee was, die heb ik jullie natuurlijk ook laten zien, is de rugzak die ik mee had als handbagage. Omdat we natuurlijk zo regulations hadden met Ryanair. Deze. Dit is de Cabin Zero en dit is de, ik weet even niet meer hoeveel liter het was. 36 liter volgens mij. Kijk even zo. En die afmetingen, dat kan als Ryanair als tas onder je stoel zeg maar. En ik moet zeggen, er past heel veel in. Hij zit goed op je rug. Ik zou hem niet dragen met spaghetti bandjes. Want deze banden zijn best wel ruw. Je zou het niet zeggen. Maar ze zijn, als je voelt niet. Maar als je hem op je schouders doet. Om een van de redenen, als je tegenin strijkt, zeg maar, dan wordt hij ruw. Heb ik een hele gevoelige huid. Dus misschien hebben andere mensen geen last van. Maar ik heb hem dus gewoon met een shirt. Maar ik heb eigenlijk nooit spaghetti bandjes aan in het vliegtuig. Dus voor mij was het niet het probleem. Ik vond hem echt heel ideaal. Je kan hem dus zeg maar ook nog op de juiste maat maken door deze gespen aan te trekken. Dus dan wordt hij wat smaller als je dat nodig hebt. Er zitten een paar grote vakken, of tenminste één groot vak in. Deze. Deze. Dus daar had ik gewoon alle reispapieren en zo in zitten. En dan heb ik hier mijn opladers en wat snacks voor onderweg in zitten. En dan heb ik hier nog een vak, dat heb ik eigenlijk niet gebruikt. Dan een grote vak. En daar had ik gewoon allemaal... hebben daar iemand zitten spelen? Hier had ik gewoon allemaal spullen in. Dus verschoning voor eten en dat soort dingen. Dus, en dan heb je hier nog een vak zitten aan de zijkant. En die loopt dus tot hier door. Daar had ik bijvoorbeeld mijn mondkapje in. En ik had dus gewoon een handtasje bij me. Gewoon mijn zwarte handtasje. Die paste er ook in. Ik dacht voor als we moeilijk gaan doen. Hij past er gewoon in. Maar ik vind het dan handig om je paspoorten en je telefoon zo gewoon bij te hebben. Omdat je die de hele tijd eruit moet gaan. Dat vind ik nooit handig in een rugzak. En voor de kids had ik dus voor Eden deze. Deze Elsa rugzak. En dan had ik... In het voorste vakje had ik verschoning zitten. Dus een nieuw setje kleding. Wat dus van pas kwam. Hier in de zijkant had ik een flesje water zitten. Oh, dit was dus het tasje wat ik mee had. En hier had ik, nou ja, zoals je ziet zit er nog een deel in, maar een etuietje met potloodjes, headphones, boekjes, speeltjes. En die had ik dus op de heenweg allemaal ingepakt. Dus dat. En Niels had eigenlijk zo'nzelfde model, maar dan een paar slagen groter. Even kijken waar die is. Ik had eigenlijk zeg maar het maximale wat ik bij hen van pas op hun rug gedaan. Ik moet zeggen, hij deed heel goed met tillen. Hij had dus deze van Adventures, maar eigenlijk hetzelfde model. Met ook een groot voorvak waar ik dus zijn kleren in had en slippers en zijn sandalen. Want we qua gewicht hadden we dus twee grote koffers bij. Maar we moesten er wel qua schoenen, hadden we eigenlijk op ons rug. En ik moet zeggen, één is tas hing eigenlijk altijd aan de buggy, dus die tilde ze niet. Zij zat gewoon in de buggy en de tas hing eraan, prima. En maar hij had hem wel gewoon op zijn flesje water aan de zijkant. Zijn sandalen, zijn slippers erin. En een verschoonzetje. En verder kleurboeken, potloden, dat soort dingen. De tablets hadden wij wel zelf in onze rugzak gaan. Want dat is natuurlijk wel een beetje zwaar. En ik dacht ook, dat moet je er allemaal uithalen. Dat was trouwens op Eindhoven niet zo. Op Eindhoven hoef je niet meer alles uit je tas te halen. Dat was ook een partijfeest. Meestal moet je natuurlijk je liquids en alles eruit halen. Dat is een heel gedoe. Want je moet ondertussen ook de kinderen er doorheen loodsen. En je schoenen uit. Ik weet het nog niet. Dat hoeft dus in Eindhoven allemaal niet meer. Het moest wel op Pisa.
Maar ook wel minder volgens mij dan dat ik normaal gewend ben. Maar goed, in ieder geval... vind ik het dan makkelijk dat dat gewoon in onze tas zit. Dus alles wat eruit moest. Je mocht nu ook een flesje water meenemen. Dat is ook weer nieuw. En wat ik ook gek vond is dat we op de heenweg hadden wij wel aan boord, zeg maar, drinken. Kwam langs. Zelfs de luchtvaartmaatschappij, zelfde route. Op de terugweg niet. Geen idee waarom dat was. Maar goed. Dus dat was eigenlijk... En dan had Sven nog een rugzak bij zich. En dan hadden we dus deze twee... deze koffers. Die ga ik nu weer even naar de berging brengen. Die zijn leeg. Was je beer aan het wassen? En je beer aan het wassen. Ja. Het is altijd mooi. Het is altijd mooi als je Elin op een gegeven moment kwijt bent. Dan hoor je niks. Men is gewoon druk bezig. Wat was ze nu aan het doen? In het toilet. Was ze beer aan het wassen. Dus die zat op een krukje. En ze was met de handdoek bezig. Ze had gelukkig niet de kraan gebruikt. Maar ja, die was even beer aan het wassen. Dat moest ook gebeuren. Het is echt... Dus, nou ja, als je kleine kinderen hebt en je gaat op vakantie, dan weet je dit. Die sprongen die ze in de vakantie maken zijn echt absurd. Niels maakt dus niet mega grote ontwikkelingssprongen meer, want die is natuurlijk gewoon nog 4. Maar bij haar niet normaal ook weer. Nou, wat zo leuk is dat ze allebei zeggen, ze grazie mille en prego en ciao. Nou, dat vinden de Italianen geweldig. Dus als ze iets krijgen, ze grazie mille. Nou, dat goud. Dus leer je kinderen dat, want dan ben je gegarandeerd binnen. Maar die zijn, de sprongen die zij maakt zijn wel echt enorm. Nu ook. Dus ze hangt heel netjes de handen terug, ze trekt de schoenen aan, die jas aan, alles. Is die op? Oh, moet ik even? Gaat sporten. Jij gaat sporten, ja zeker. Je hebt sporten al aan, hè? Goedemorgen, het is zondag. Ik ga eventjes naar buiten met de kids. Dit heb ik aan. Broek van Mango, shirtje van ergens bij Ezos. Ezos Design. Oorbellen van... Ook van Ezos volgens mij. En ja, even lopen. We gaan even naar buiten. Een step. Komen. En skateboard. Is het een beetje vast? Staat hij een beetje vast? Ja. Oké, we gaan naar nu. Nee, niet meer. Wij zijn aan de step. En meneer is op het skateboard. Hij moet heel lang op ons wachten. Ja! Dan zijn we naar de bieb geweest. Dus we zijn nog even bij het huis aan het spelen. Goedemorgen, het is maandag. En ik ga de vlog afsluiten van onze heerlijke vakantie. Ik heb vandaag nog een dagje vrij genomen om, nou ja, even gewoon zelf ook te landen. Ik moet allemaal dingetjes regelen en zo. Dus dat ga ik allemaal vandaag doen. Zometeen lekker lunchen met een vriendinnetje. En dan nog even wat dingetjes in de stad regelen. Ik moet wel zeggen dat ik het wel heel gek vind in Nederland. Ik ben natuurlijk nu heel erg gewend in Italië gewoon mijn mondkapje op te hebben. In winkels, in het openbaar vervoer, et cetera. Nou, hier moet je het volgens mij ook nog steeds in het openbaar vervoer. Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk bijna nooit gebruik van maak. Dus ik weet niet, maar volgens mij geldt dat nu nog steeds. Maar dus niet in winkels en zo. En ja, ik denk nu dat ook mijn mondkapje mee. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Maar dat vind ik om een van de redenen een beetje raar. En ik weet dat het mondkapje een beetje schijnveiligheid is. Maar ik had daar wel het idee dat het gewoon hielp in het kader van het bewustzijn. Van hè, er is iets aan de hand hier en we houden dus afstand. En ik heb het gevoel dat dat stukje hier soms een beetje ontbreekt. Dat mensen vergeten dat corona bestaat. Ik zie het ook heel veel op social media. Ik zie iedereen elkaar knuffelen doen. Allemaal hele bekende vloggers en zo die ik volg, die dat gewoon allemaal doen. Het verbaast mij heel erg. Ik voel me altijd een beetje de nerd van de groep, omdat ik zelfs nog wel afstand hou. Ik zou nu ook heel graag mijn beste vriendinnetje willen knuffelen als ik haar zie, maar ik doe dat dus niet. En ja, of ik heb iets gemist in het nieuws de afgelopen tijd, dat het nu wel weer mag, maar volgens mij is dat niet zo. Dus ik blijf het een beetje verwarrend vinden. Maar ik vind sowieso, Monica Geuze zei er laatst ook iets over in de vlog, dat het gewoon nu allemaal een beetje vaag is van het doel was groepsimmuniteit, dus prima als de sterken het krijgen en dan als we de zwakkeren beschermen, maar nu is dat blijkbaar ook niet goed, dus het is een beetje, het wordt allemaal een beetje vaag, dus ik denk dat het tijd is voor duidelijkheid, maar goed, tot die tijd hou ik mij gewoon aan de regels,
vindt me gek. Dat mag. Maar goed, dus ik moet heel erg wennen dat ik ze nu niet mijn mondkapje mee heb. Dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken. Dus nou ja, ik ga lekker zonder mondkapje op pad. Ik hoor mij niet klagen, ik vind het heerlijk. Maar het is wel, zeg maar, ja, ik weet het. Ik vond het wel helpen voor mensen, voor de mensen in mijn beleving, voor de bewustwording. Want in Italië hebben ze echt hele harde klappen gehad. En dat zie je echt wel. Mensen houden daar heel erg rekening mee. Maar daar waren natuurlijk ook heel veel Nederlanders. En ik, ja, ik had het idee dat het wel iets deed, maar goed. Ben geen expert op dit gebied. Dus ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik zie dat ik best wel veel gefilmd heb. In mijn beleving filmde ik ongeveer niks. Dus ik weet niet precies hoe lang de vlogs gaan worden en zo. Maar we gaan het meemaken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien dat jullie genoten hebben van onze vakantie. En ik zie jullie heel graag snel bij een nieuwe vlog. Doeg!